Het Korps Politie Suriname heeft een belangrijke taak als het gaat om het garanderen van orde en rust. Met het oog op de aanpak van het COVID-19-vraagstuk zit het politieapparaat ook niet stil. Inspecteur Rachel Deekman vertelt hoe de werkzaamheden van het korps er precies uitzien. In de afgelopen periode hebben we vermanend opgetreden, waarschuwend opgetreden. Maar met de wet in de hand kunnen we overgaan tot daadwerkelijk verbaliseren van de overtreders van die wet. Het COVID-19-coördinatieteam KPS is daadwerkelijk niet zo lang in het leven geroepen met bijzondere taken. En om het te hebben over de taken, heel summier, is dus dat we verantwoordelijk zijn gesteld om de politie in het algemeen te ondersteunen als het gaat om handhaving. Structuur te brengen in de manier waarop wij die handhaving daadwerkelijk van de grond kunnen krijgen. We willen zoveel mogelijk ons richten op informatie verschaffen, niet alleen aan onze medewerkers, maar ook aan de burgerij. En alles dat te maken heeft met ondersteuning van de handhaving van het COVID-19 gebeuren. Het optreden van het Korps Politie Suriname is zoals het altijd is, de handhaving zoals ik het eerder heb aangegeven. Maar in het kader van COVID-19, het zal u bekend zijn dat er niet zo lang terug een wet is in het leven is geroepen. En op basis van die wet zullen wij dus optreden tegen overtreders van alle maatregelen die zijn opgenomen in deze wetgeving. De surveillance wordt sowieso opgevoerd. En het doel van deze surveillance is sowieso de overtreders van die maatregelen op andere gedachten te brengen. In eerste aanleg denk ik aan niet alleen de overtreders in de nachtelijke uren, maar ook de overtreders die zich gewoon overdag begeven op plaatsen, publieke plaatsen. Dus de bedoeling is, om kort te zijn, dat de overtreders van de COVID-maatregelen in elk geval te verbaliseren. Okay. Wanneer iemand de wet heeft overtreden, heeft de politie die wet, die concrete wet, in de hand, welke aangeeft dat de politie jou mag ophouden en jouw procesverbaal mag aanzeggen, een boete mag opleggen, welke dus gekoppeld is aan een specifiek strafbaar feit. En de wet zegt ook dat mocht je die maatregel een tweede keer hebben overtreden, dat wij dus kunnen overgaan, of wij in elk geval, dat de maatregel van die aard is dat er 6 maanden gevangenisstraf op staat, maximaal. Iedereen die zich op straat begeeft op momenten waarop dat niet mag, zal worden geverbaliseerd, kan een boete opgelegd krijgen, of zal een boete opgelegd krijgen. Iedereen die niet voorzien is van een mond- of neuskap, kan een boete opgelegd krijgen. Dan ongeacht als het nou is, 's avonds, of 's middags, 's morgens, any time of the day. Omdat die wet daar gewoon heel concreet over is. Die wet praat ook over een onderlinge afstand, de fysieke afstand zoals we dat noemen, welke we in acht moeten houden. Dus op basis van al die punten die in de wet zijn genoemd, waarvan ik enkele nu heb genoemd, is de politie bevoegd om op te treden en een boete op te leggen. En de boetes zijn intussen ook al heel concreet opgenomen ook. Ik denk bijvoorbeeld aan het niet dragen van een mond- en neuskap. Dan kun je een boete opgelegd krijgen, of dan zal je een boete opgelegd krijgen van 150 SRD. En zo is het allemaal gecategoriseerd. Die informatie kan ik u altijd nog in hardkopie of digitaal opsturen. Mocht het zijn dat u overtreders waarneemt, de politie heeft nog altijd het centraal nummer, het 115-nummer, het meldpunt. Het staat bekend als het Comment Center. U kunt altijd bellen naar het Comment Center. U kunt ook bellen naar het dichtstbijzijnd politiestation om die melding te doen. Maar ik wil vooruitlopen in de opzet. In onze voorbereiding is dus dat wij streven naar een centraal nummer speciaal voor het COVID-gebeuren, speciaal voor meldingen betreffende het COVID-gebeuren.
als er een feestje gevierd wordt, iemand is jarig of welke andere aangelegenheid dan ook, zal de politie optreden. Omdat de wet daar gewoon duidelijk over is. Als de wet aangeeft dat we ons mogen begeven in groepen van 5 en niet meer. En het feestje bestaat uit een groep van 5, van meer dan 5. Dan heeft de politie de bevoegdheid om op te treden. En daar staat er een boete van 2000 SRD op. Een oproep naar de samenleving vanuit de zijde van het Korps Politie Suriname. En in het bijzonder het COVID-19 coördinatieteam KPS. Is dat wij deze hele Surinaamse gemeenschap op het hart drukken om zich te houden aan de maatregelen welke in deze wet zijn opgenoemd. Meer nog, mocht het zijn dat u waarneemt dat er anderen zijn die deze wet overtreden, maak het bekend bij de politie. Laat de politie weten en stel de politie wordt daardoor in de gelegenheid gesteld om ook te ondersteunen in het voorkomen dat dit virus zich zo verspreidt. Met andere woorden, hou je aan de regels. Dat staat bovenop.